Goedemorgen mensen. Het is vandaag maandag. Het is prachtig weer. Kijk eens hoe mooi weer het is. De temperatuur is een beetje gestegen. Ik had vandaag voor het eerst mijn handschoenen had ik niet meer nodig. Dus maar het is weer tijd voor een nieuwe Henk in de keuken. Goedemorgen mensen, goedemorgen. Het is vandaag maandag 10 mei 2021 en het is weer tijd voor een nieuwe Henk in de keuken. Henk in de keuken is dat het was vandaag niet zo koud meer, ik had geen handschoenen meer nodig. Echt, dat is voor het eerst van het jaar volgens mij bijna dat ik zonder handschoenen de kranten rond kan brengen. Het was natuurlijk zondag ook prachtig weer. Zondagmiddag vooral. Een beetje onweer nog, hè? Hier en daar een druppel. Maar de temperatuur steeg, het werd gewoon benauwd in één keer. Zondag is altijd mijn schilderdagje. Zondag, het is zo gegroeid, dan schilder ik altijd een schilderijtje. Meestal een cover. Een bekend meesterwerk wat ik dan op mijn manier namaak. Maar ik heb er ook een filmpje van gemaakt, misschien kun je het zien. Vroeger was alles beter, zo heet het. Staat hier ergens beneden. Maar dit is hem geworden. Kijk. Hoef je het hele filmpje niet af te kijken, dat scheelt weer. Hè? Het filmpje, ja, dat schilderen en filmen tegelijk, dat lukt nog niet echt. Maar ik ben best wel tevreden eigenlijk. Met een schilderijtje dan. Het filmpje nog niet. Het filmpje dat moet nog beter. Maar dit is hem dus. Hè? Het is geen koffer. Dit hebben we zelf in huis. Een kruidenpotje en een envelop en een eierlepeltje. Ja, een envelop. Ja, daar kan van alles in zitten. Dat is de verwachting. De kruiden. Het is om het leven een beetje... op te spijzen, zeg maar. En het eierlepeltje, ja. Dat je het met kleine hoeveelheden tegelijk neemt. Niet in één keer dat bakje leeg. Maar dat is niet fijn. Nee, het moet er een beetje opgespijst worden. Een beetje mooi gemaakt worden, het leven. Je moet zelf de slingers ophangen, zoals ze zeggen. Een lijstje moet er nog omheen. Die andere twee die zijn al ingelijst. Kijk, ik heb ook weer een schilderijtje klaargezet. Schilderijtje. Zo kun je hem niet zien, denk ik. Nee, dan moet dit even aan de kant. Mijn eigen werk moet even aan de kant. Maak baan voor de echte meester. De echte meester. Vincent van Gogh weer. Ja, daar is hij weer. Daar is hij weer. Onze Vincent. Ja. Dit heeft hij geschilderd als een souvenir aan Mauven. Mauven, daar is hij nog een tijdje in de neer geweest. Dat was, ik geloof, wel familie van hem of zo. Maar hij mocht bij Mauven het vak leren van kunstschilderen. Hij was gebuist als dominee. Bracht er niks van terecht. Of priester, weet ik veel wat hij worden wou. Maar dat werd hem niet. Hij vond Latijn leren toch maar een vermoeiende bezigheid. En hij hielp liever de mensen. En hij kroop bij ze in de mijnen. En hij zag eruit als een van hen. Hij was niet geschikt. Hij was niet geschikt bevonden. Dus hij besloot kunstenaar te worden. En hij ging in de leer bij Mauven. Dan heeft hij nog wat schilderijtjes gemaakt. Ja, typisch Haagse schoolstijl, op strand van Scheveningen en zo. Ik geloof dat hij zelfs nog meegewerkt heeft aan het panorama Mestdag. Maar ja, in ieder geval, hij was al lang en breed in Frankrijk. En hij schilderde deze prachtige bomen totdat hij het nieuws kreeg dat Mauve overleden was. Hij is met ruzie met hem weggegaan, maar hij had toch nog wel een goede herinnering aan hem. En hij heeft dit schilderij opgestuurd naar zijn weduwe. En hij noemde het souvenir
de Mauve. Ik heb er souvenir de Vincent van gemaakt. Ik heb hier zo'n beetje geprobeerd in zijn lettertype souvenir de Vincent neer te zetten. Het is weer lekker dik geschilderd. Echt lekker dik erop. Met muurverf, zand en olieverf. Een gemengde techniek die ik heel graag gebruik. Het is een prachtig fleurig werkje geworden. Het heeft wel, als zeg ik het zelf, een beetje de geest van Vincent gepakt. Dus ja, dat wil ik even laten zien. Kijk, dit is toch wel weer... Vincent had hier zijn eigen stijl gevonden. Zijn eigen stijl waar ik nog aan op zoek ben. Kijk, ik heb dit geprobeerd om... Kijk, het is heel wat anders. Het is veel kleiner. Hè? Veel kleiner ten eerste. Maar... Het is een beetje... Ik heb een beetje geprobeerd realistisch te schilderen. Realistisch. Dat valt nog niet mee. Nee, ja. Ik heb het eerste, zoals ik dat op die filmpjes zie, op YouTube, een grisaille gemaakt. Wat verdorie mensen, we zijn er weer veel te laat. Ik vertel er nog wel eens over verder. Ik zou zeggen, iedereen een goede maandag. En toedeledokie.